Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en Marvin en ik hebben lekker geslapen hier bij Van der Valk in Tiel. En het is tijd om even lekker onszelf op te frissen. Dus ik heb net eventjes een lekkere douche genomen. En ik heb het altijd zo warm na het douchen dat ik dacht ik ga heel eventjes naar buiten, even frisse lucht. Ja, ik moet misschien niet al te hard praten. Hiernaast heb je ook nog allemaal kamers. Daar heb je nog allemaal kamers. Maar goed, ik heb in ieder geval lekker geslapen. Het is vandaag weer tijd voor een meet and greet. De laatste dag, het is zondag. We hebben er ontzettend veel zin in. Ik heb mijn Knolpower outfitje weer aan. Mijn broek. Ik heb de hoodie bij me. Maar we gaan eerst eventjes lekker ontbijten. Marvin is er, als het goed is, ook helemaal klaar voor. Want ze is daar, kijk. Alleen make-up nog. Ja, dan ben ik klaar. Dan gaan we even lekker ontbijten. Ja, en dan kan het weer beginnen. Yes. Dan gaan we weer door. Kijk wat ze hier hebben. Ze hebben hier gewoon donuts. Hoe schattig is dat? Wow, perfect timing. Timing, timing, timing. All about timing. Nice. Hoe maak je nou? Thank you. Hoppakee. Nou, doen we het even opnieuw. Kijk, even de piece en dan. Hoppa. Oeh, hot. Very hot. Kijk eens. Hier zitten we dan. Lekker suikerbrood. We hebben een eitje, poffertjes. We hebben lekker fruit dat we gaan delen. We hebben vers jus. Nou, je hebt ongeveer hetzelfde. Ja. Lekker hoor. Zwikkelen. Even lekker ontbijten. Hebben we een beetje lekker geslapen? Ja! Kan ik dan van iedereen even krijgen? Goedemorgen. Kijk, helemaal tof. Hartstikke leuk dat jullie er zijn allemaal. Super tof. Dikke. Want voor de mensen die nu nog brak in hun bed liggen hier in het hotel, die moeten we even wakker maken, ja? Dus daar komt ie. Dikke, vette Bies! Kijk, dat begint ermee op te lijken. En de laatste, Knol! Vader! Knol! Vader! Tot zo! Tot zo! In één keer is het dan super stil inderdaad, nadat ik mijn praatje heb gedaan. Maar super tof dat er weer zoveel mensen zijn. Nog niet iedereen is er, er is nog een beetje een inloop. Zondagmorgen merken we altijd dat mensen wat moeite hebben met opstarten. Maar hier zijn we weer. We knallen even een muziekje aan. We gaan ons klaarmaken, zwarte stift, witte stift. Laat de meet and greet maar weer beginnen. Wij hebben eventjes lekkere lunch. We hebben de ochtendsessie gehad. Het was echt superleuk. Lieve mensen ontmoet. We hebben lekker uiensoepie. We hebben broodjes. Oh, dit is genieten zeg. Heerlijk. We gaan nog even een verdieping omhoog. We zaten dus net op de 16e verdieping. Is dit dan de 17e? Ik heb geen idee. Het is best wel stijve trappen. Hoe gaat het nog verder? Ja, het gaat nog verder omhoog. Koud man buiten. Ja, ik denk dat het wel koud is hierboven, ja. Zo, dit is wel hoog. Zo, daar zijn we dan. Zo, het is inderdaad lekker fris. Blijft wel een mooi uitzicht hoor. Kijk dan. Ja, echt lekker fris. Ja. Even lekker knuffelen. Ja. Lekker gegeten? Ja, lekker gegeten. Lekker we hebben net allebei. Lekker buikje vol. We hebben allebei lekkere gember tegengenomen. Daar zijn we eigenlijk helemaal gek van geworden in één keer. Lekker, ze hoort zo'n beetje bij de winter, vind ik ook. Ja, gemberthee of warme chocolademelk met slag. Super lekker. Nou, we gaan snel maar weer naar binnen. Maar het is in ieder geval super mooi uitzicht hier. Helemaal op de top. Check dit, dames en heren. We zijn klaar met de meet and greet. Ik heb wel een heel schattig knuffeltje gekregen trouwens van Van der Valk. Kijk dan. Echt heel erg lief. Zo, die nemen we mee. En dit is een beetje het eindresultaat. Wat we allemaal hebben na een meet and greet sessie. Het is echt ongelooflijk. Het ligt helemaal vol met partypoppers. Niet normaal. Maar het was in ieder geval een super geslaagde meet and greet. En dan zijn we thuis en dan is het alweer donker, dames en heren. Jeetje, Mina. Wat gaat zo'n weekend al snel voorbij eigenlijk. Hoi, hoi, hoi. We zijn weer thuis. We gaan eens even wat spulletjes uitpakken. En ja, straks is er op tv voetbal. Holy moly, dit is zo mooi om live te zien. Wow, in de eerste minuut, Alphonso Davies, dat is onze favoriete speler van Canada. Die had de vorige keer een penalty gemist, maakt hem nu. Mwah, wat een goal, perfect. Heel knap. Echt niet normaal, zo'n ontzettende mooie goal. Eerste minuut,
Eerste actie. Dit is absurd. Tijdens een WK, Canada-Kroatië. Ja, voorzet. Nee, het is geen buitenspel. Nee. Zo, wat een prachtige goal. We hebben lekker warme chocolademelk. Waar heb ik hem in? Alweer in een sondeermok. Kijk. Hoppakee. Zo, wat een goal, hé. Bam, gek. Oh, hard gekopt hoor. 1-2. Boom. Machtige kopstoot. Ja, machtige kopstoot. Geniaal dit. Wow, echt ziek dat we dit zo live zien. Heel erg nice. En het is hem ook gegund. Vorige keer penalty gemist. En nu, boom, meteen. Er zijn zoveel Canadese fans daar in Qatar. Dat is niet normaal. Het hele stadion zit bijna vol met Canada fans. Ja, met rode shirts. Ja. Zo sick, hè. Heel vet. Wat een wedstrijd weer, hé. Ongelooflijk. 4-1 voor Kroatië. Niet normaal. En daarna Duitsland, Spanje 1-1. Dat was ook echt super spannend. Marjolein is erachter gekomen dat ze een nieuw geluidje kan. Doe maar even. We liggen in bed en ze zegt, kan jij dit? En ik zo, ik heb geen idee. Maar hoe hard klinkt dat? In mijn hoofd klinkt het heel hard. Nee. Nu wordt het steeds gekker. Eigenlijk schreeuw je een soort van binnen. Ja. Dat, zo. Ja, maar het is wel in mijn keel. Jongen, jongen. Ja, dat die. Is het. Ja. Dat is het. Die is. Voelt toch fijn. Je alsof iemand opgesloten zit in je keel. Moet je zo angstig kijken? Nou, nu slik je gewoon. Je moet je buik ook helemaal aanspannen als je dat doet. Ja, klopt. Nou goed, dames en heren, in ieder geval, wij gaan lekker slapen. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Meet & Greet weekend zit er weer op. Morgen weer een nieuwe dag. Hopelijk zijn jullie dan bij om 4 uur. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace!